Hoi en welkom bij Iedereen Vond Dat Leuk, jouw wekelijkse podcast over games, tech en cultuur. Mijn naam is Kevin Rombouts en vandaag praat ik met Jermaine van Haalem. Hoi. Hey. En Tom Kouwenberg, als die tenminste niet stikt in zijn uh, honingdrop momenteel. <laughs> uh, ja, nee, ik ben er. En uh, als ik heel veel moet hoesten, het spijt me, maar het, mijn verkoudje was toch een griepje of zo, dus excuses. Ja, precies. Was Soldier on voor Corona. Ja. <laughs> <laughs> hey jongens, um, Spinnerman 2 is uh, net uit, uh, een, een week, een mooie week. Uh, dat leek ons wel een goed moment om Jermaine uit te nodigen, die, uh, die heeft de game gereviewd voor ons en hem het uh, hemd van het lijf te vragen natuurlijk over alles wat te maken heeft met Spiderman 2. Voordat dat echt al zover is, uh, er is weer genoeg gebeurd, er is weer wat nieuws. Ik zag van de week iets op Twitter voorbij komen. Mijn ogen bloeden een beetje. Mijn hart helden een beetje. Uh, het was Skull Island Rise of Kong. Uh, Jermaine. Als, als connoisseur van uh, slecht materiaal. Uh, wat, uh, wat moeten we hiervan maken? Ja, yeah, nou... Kijk, ik dacht heel even, ik, ik hou zeg maar van de classics en van Vintage en al die uh, oude meuk, zeg maar. En ik dacht heel even van: hé, hey, dat is een game die ik gemist heb op de PlayStation 2. <laughs> um, maar nou, die was ik, heel ik, goed ik, toch? Dat was een er ja, was een tom game was... op twee, op de PS2 van de film en die was heel goed, herinner ik me nog. Die ziet er letterlijk gewoon beter uit dan dit. Het ja. is gewoon ongelooflijk. Ik, ik weet nog steeds niet precies wat ik ben het nog steeds aan het verwerken. En zoals Kevin al zei, uh, mijn ogen bloeden ook uh, nog steeds. Maar uh, ja, het is gewoon hilarisch slecht ziet het eruit. Uh, de, de graphics, de, hoe ze bewegen, daar zat volgens mij ook een, een stil in. Dus gewoon een foto van een cutscene. En ja. die hebben ze er gewoon ingepropt. Ik, ik, ik kan bijna niet geloven dat dit gewoon echt is. Maar um, ik weet niet of jullie nog Gmod kennen, zeg maar, die, die animaties. Oh, tuurlijk, dus zeg maar, ja. het, lijkt, het lijkt daar gewoon op. Nee, Gmod is, is mooier. Je kunt echt mooiere <laughs> dingen maken in Gmod. Dat dat... Oké. Okay. Ik, ik beledig nu gewoon een hele community van Gmod. Ja, het uh, is een dat hele serieuze ja. animatie. Volgens mij hebben best wel veel animators beginnen ook in Gmod. En dan kunnen ze daar iets moois mee. En dan gaan ze naar, ja. weet je, wel, je Blenders en zo. Maar, dat, ja. maar voordat, we, voordat we in Gmod uh, duiken, leg ja. even uit wat, wat. Wat is. Wat is deze? Wat is deze? Wat is deze? <laughs> nou, het is een, uh, een, een game gemaakt door uh, Iguana B. Tenminste, als ik het goed uitspreek. En dat is een opdracht van GameMail ontwikkelaar en ja die willen gewoon zoveel mogelijk games eruit pompen en het liefst uh, zo goedkoop mogelijk en uh, binnen uh, ja een super korte tijd dus die willen gewoon zoveel mogelijk harken 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 en je ziet het gewoon, uh, gewoon terug ze verwachten dat het op 2 juni uh, uh, ja speelbaar wordt <laughs> ja, had het dit jaar uh, had het dit jaar speelbaar uh, moeten worden ja, ja. ja, ja, ja. maar uh, ja het is het is uh, zitten al een beetje sinds wat in eind februari of zo in een crunch modus. Ja, dat, dat hoop ik altijd. Ja, dat zei ja. een anonieme bron inderdaad van binnen iguana ja. Bee, Van er was helemaal geen hoop meer, maar we, in, sinds februari ja. zijn we gewoon alleen maar aan het crunchen geraakt. Terwijl ik las net weer dat een andere iguana Bee persoon wel zei van oh nee, we houden van onze aap en dit is ons passieproject. Dus de, de meningen verschillen nog over of het nou crunch was of eigenlijk heel leuk. Maar het klinkt niet leuk. Nou ja, als alle hoop. klikt klinkt als een is. fetish of zo <laughs> ergens van iemand. Het ja, een beetje masochistisch. Echt... Uh, ja, ja. Ja, 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 ja. Ik hou heel veel van apen, dus alles is goed. Ja, zoiets. Ja, ja. Het is. Nee, het is. Uh, ik vind het rampzalig slecht. Ik ga hem, denk ik, wel spelen. Dus uh, ik, uh, <laughs> ik, ik. Voor de review ik, ook. <laughs> ik verwacht ja, te uitgebreide review, inderdaad. Ja, ja, he, hij is ik is 40 heb... euro, hè? 40 euro? Ja, op, op Steam is die 40 euro. Dan kun je ook nog de Con Colossal Edition uh, bestellen... en die is dan echt gewoon uh, nog, nog 50, weet je wel? Dus dat is... Uh, hoe? <laughs> hoe? <laughs> nou, ik, ik zit al bij deze... Uh, ik zit al sinds 2016 bij Pixel Vault... en ik heb ooit een review uh, geschreven over Dreamfall Chapters... en die staat nog steeds op één van mijn slechtste games... die ik ooit heb gespeeld voor de, uh, voor de website. Maar ik denk dat dit een, uh, een kanshebber is, uh, Skull Island. Dus... De, nieuwe, de nieuwe kampioen. <laughs> <laughs> wat is. Ik ben wel nieuw. Wat, nou, we weten duidelijk wat je meens. slechtste game is die hij ooit heeft gereviewd. Tom, wat is voor jou uh, jouw slechtste review? Of ja, de game die jij zo ontzettend kut vond dat je niet uit kon spreken? Ik heb een heleboel Nintendo DS-games. Een, ja, een beetje Nintendo DS-bocht heb ja. ik. Uh, maar dat was nooit echt desastreus slecht. Ik was heel erg teleurgesteld bij. Um, er is een Adventure Time game en dat heet Adventure Time Explore the Dungeon because I don't know. Dat was een van de eerdere Adventure Time games en okay, was ook echt ja, ja. in de piek van Adventure Time, wat echt heel leuk, was dus ik had hele hoge hoop en het was echt de meest ongeïnspireerde ja, 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 ook shovelware. Een beetje net als als dat Rise of Kong, zo van ja, we hebben de naam, dus we hoeven niet een goede game te maken nu of zo. Dus ik, ja, ja, ja. ik weet niet wat ik dat heb gegeven, maar dat was, dat was wel zeg maar de grootste klapper in de review carrière. Ja. Als de... van jou, uh, Kevin. Ik, uh, mij nog steeds, piek op nummer 1 is denk ik wel um, Escape Dead Island. Oeh, uh, oh. de, <laughs> Ja, die, ja, inderdaad. En ik weet nog heel goed dat uh, die game was sowieso, het was een adventure game die eigenlijk vrij weinig met Dead Island te maken had. Um, maar ik weet nog dat, ik, dat we een PC kopie van de game hadden aangevraagd en dat ik daar op een gegeven moment een schijfje voor binnen kreeg. Oeh. Nou, ik heb, we hebben het 2015-2016 of zo, weet je dus. Hè? Dus sowieso DVD-drives in PC's waren al niet heel gebruikelijk weer. Nee. En inderdaad, mijn PC had dus ook geen DVD-drive meer. <laughs> dus ik heb nog oprecht 30 euro aan een USB-disc drive zullen uitgeven om een enorme game te spelen waarvan ik iedere minuut heb gehaat. Uh, dat was wel dat waren dus 30 zure euro's. Hè. Maar, ja, maar, maar je hebt wel een disc drive. Ja. Ja, die zei ondertussen ook weer ergens met drie fruizingen ja. verloren. Geraakt, dat kan best handig ja. zijn voor de volgende keer een DVD'tje of een CD'tje, toch? Een optische draai. Ja, is toen, was die, toen was die heel handig ja. ja, uh, Nee, dat is echt was, was een dramatisch slecht ja. spel. Dus die heb ik denk ook een 2 of een 3 gegeven. destijds. Ja. Zwaar. Maar goed, uh, dat zal Skull Island, gok ik, ook zoiets gaan moeten verwachten als ze nog heel veel geluk hebben, uh, gezien de beelden. Uh, mocht die game ooit. Te... Oh ja, hij is uit. Hij is uit, toch? Je kan hem kopen. Ja, ja. 40, waarom zou je, 40 waarom euro. Zou je de, ja. Waarom zou je dit treinvrak willen kopen? Ja, vooral is... denk ik voor de, voor de soort van de. Ik heb het gespeeld, de fact. Ja, voor de, voor de meme inderdaad. Ja, ik denk dat content creators je hier op achievements op je Steam-pagina. Oeh, ja. Uh... <laughs> ja, maar ook livestreamers dan om hunzelf te, weet je toch een beetje dat masochistische ja, 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 om hunzelf te ja, 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 pijnigen gaan ze dat spelen. Dat ik ik zie het nog best wel goed verkopen vanwege de hoe slecht het is. <laughs> ja, precies. Oké, okay, helder. Uh, dingen die ook goed verkopen. Uh, arm chips. Uh, die gaan als het trein momenteel. Nvidia en AMD willen er beide op inspringen. Uh, of zijn er eigenlijk al mee bezig, dus kun je wel stellen. Uh, 2025 moeten we dat gaan zien, Tom. Ja, dat uh, Reuters zegt dat. Die hadden van bronnen gehoord van zowel AMD als Nvidia dat zij dus arm chips willen gaan maken. Dat is eigenlijk wel apart, want dat zou dan zou dat ook specifiek gaan om ARM-chips voor Windows. Want uh, Windows, voor de mensen die niet weten, draait altijd op een hele vaste processor-architectuur, uh, X86. Nou ja, ARM is iets heel anders, want ARM is wat de, de, de chips die in je mobieltjes zitten en in je tablets en zo. Dat zijn vaak ARM-apparaten. Dus uh, Windows ziet ook in van: hé, uh, hey, die dingen worden steeds krachtiger, misschien kunnen we daar iets mee. En nu zijn ze samen met Qualcomm een, uh, een partnership aangegaan. Qualcomm is natuurlijk wel een beetje de marktleider in ARM-chips, zou je kunnen zeggen. Dus, uh, ja, dat willen ze, willen ze samen, willen ze vaker uh, chips gaan maken voor, uh, ja, bijvoorbeeld Windows-laptops die dan ook wel gewoon fatsoenlijk een echte versie van Windows draaien, maar dan niet op een, op een hele uh, veelverbruikende, grote, dikke processorchip, maar, uh, maar op zo'n armchipje. En dat, uh, dat zou zomaar eens kunnen. Maar het is wel heel, uh, heel interessant, want we hebben al eens dus arm op Windows gehad en dat waren nou Ja, die... precies, dat wou ik zeggen. Ja. SQ1-chips. Uh, uh... Ja, dat was, met, was ook vaak qualcomm stuff en dat was dus met de Windows ja. 8 RT. Dus dat was... Ja, Windows 8 R1. je hebt natuurlijk ook nog die, die, die service machine recentelijk gehad, ja. die serviceboek, ja. die ook op, op ARM draaide. Dat was een beetje de, nou, de is... experimentcase, volgens mij, van oh, zullen we ja. het dan vaker doen? Ja, ja maar dat, dat was nou niet echt een, om een succes te noemen, die, die, die serviceboek. Met... Maar dat, dat, dat komt ook gewoon een heel groot gedeelte door softwareondersteuning natuurlijk, want ja. uh, je hebt of een hele goede vertaallaag nodig. Kijk maar naar wat Apple momenteel doet met zijn Rosetta. Uh, of je moet software native gaan ondersteunen. En ik denk dat dat bij Windows nog veel lastiger zal gaan zijn dan bijvoorbeeld bij Apple. Bij Apple, ja. als je als software momenteel of als software developer momenteel heb je gewoon geen keuze bij Apple. Je moet nieuwe software moet je voor warm gaan maken, want anders ga je naar een P voor een zinkend schip aan het schrijven zeg maar. Omdat ja. Apple niks meer uitbrengt met Intel chips. Of AMD. Uh, of AMD. Um, Windows is natuurlijk een ander geval, want daar kan iedereen zelfs zijn PC bouwen en kan het of ARM of Intel of AMD zijn. Um, ja, ik ben benieuwd of dat van de grond gaat komen. Ik ja. Ben haast bang van niet. Ik denk, Tenzij uh, Windows ook echt gaat zeggen: van we gaan hardcore over op ARM. Niet hardcore. Versie. Maar ze willen wel een ARM-versie van Windows maken. Dus er is wel. Het gaat toch nooit werken? Nou ja, ik, 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 ik wil niet zeggen, zeg nooit nooit. Het, uh, maar het is toch een beetje, um, ja, als ze daar toch voor gaan. Het zijn armchips. Hoeveel kracht zit er tegenwoordig in een, in een nieuwe Samsung Galaxy, man? Dat is. Uh, ja, oké, okay, dat is ook Samsungs eigen chips. Daar niet van. Maar ik bedoel, mobiele chips om Cyberpunk te draaien op mijn PC. Nou, maar geef het een paar jaar. We hebben het hier over 2025. Ja. En vergeet niet, Nvidia gaat er nou ook weer terug in. En dat is grappig, want Nvidia maakt natuurlijk altijd videokaarten. Het doet niet zoveel met uh, processoren, ja. maar hun, uh, een, een van hun grote goede armchips. Uh, is natuurlijk de Tegra X1 die in de Switch zit. Dus het is wel weer interessant om te zien ja. dat Nvidia nu weer toch weer chips wil gaan maken voor uh, nou ja, Windows laptops. Maar misschien komt daaruit voort ook wel weer, weet je wel, de chip voor de Nintendo Switch 2 of andere coole uh, ja, mobiele precies. chips. Dus dat, uh, ja. ik, misschien dat het dan niet Windows is. Maar ik denk die arm chips worden krachtiger. Daar willen meer mensen iets mee doen. Ja, laat, ja, ze, lekker, uh, laat ze lekker experimenteren. Ja. ARM in Windows, daar geloof ik niet zo in. Maar dat ja. is specifiek die use case waarvoor ik zo een paar keer heb gezien. Van, uh, ja, ik zou, ik zou ook niet een, een, een werk laptop op ARM willen hebben. Maar weet je wel, als je, als je Windows meer ziet als een alternatief voor Chromeboekjes. Uh, als het dan een ARM chip is, dat het weet je wel gewoon een lekker flexibel service dingetje is. Ik denk dat daar wel iets in zit. Maar het zal nog wel even duren voordat je inderdaad op het niveau bent van Apple. Die met een M2 Ultra gewoon loeihard kunnen renderen. Ook al is ja, die chip ja. uh, kleiner en de mensrijk. Helemaal helder. Nou ja. En we gaan het zien. Uh, ja, no, no, no. <laughs> Was herhalen. dat helder, Dwayne? Kon je iets meekrijgen? Ja, ik snap je echt in zwart van alles. Ik dacht armchip, dat we een chip in onze arm kregen. Dus ik denk, ik hou mijn mond en ik luister wel even naar wat jullie allemaal vertellen. ja, maar ik, ik, ik zei het netjes. Die It's, heb je al. Het ja, zijn ja, de that chips niet in je armen. Het zijn de chips in je mobieltjes en je tablets. Dat, zo moet je het zien. De menselijke man. Nou kijk. Ja, maar bedankt voor okay. deze leerzame. Ja, toch? Uh, The More You <laughs> Know. Dit is de podcast waar we, waar we dat. Uh, weet ja. waar, iedereen leert hier iets. We steken allemaal iets op. We steken allemaal iets op. Het is uh, tijd om iets op te gaan steken over uh, Spider-Man 2. Uh, Jermaine heeft hem gespeeld en wij uh, gaan hem alles vragen. Ja, we worden ons momenteel om de oren gegooid met grote releases: uh, Forza Motorsport, Super Mario Wonder, Assassin's Creed Mirage. De lijst gaat maar door. En onderdeel daarvan is natuurlijk Marvel's Spider-Man 2. Jermaine, jij bent de afgelopen weken uh, bezig geweest met de game voor ons. Uh, we hebben hem al een tijdje mogen spelen. Uh, daarnaast was jij ook afgelopen week bij het launch event van de game. Nou, laten we daar eens mee beginnen. Hoe was het daar? Heb je spinnen kunnen eten? Uh, nou, het is uh, <laughs> waarschijnlijk wel in mijn slaap, maar uh, nee, ik... Uh, <laughs> uh, uh, <laughs> Laat ik even, even beginnen met uh, inderdaad die loungeparty. Um, het was heel tof om... Uh, uh uh, zoveel playstations bij elkaar te zien want eigenlijk voor mij heb ik er weinig uitgehaald. maar dat komt omdat ik de game dus al had gespeeld het ja, was puur, ja, ja, ja. puur van uh, je kan daar de game spelen dat was heel tof uh, er was één gast die uh, was uitgenodigd uh, gewoon een, een fan en die had zich helemaal verkleed als man Graaf. dus daar weer kon je op de foto dat ga ik natuurlijk ook doen uh, dat is uh, dat We, welke Spider-Man was het nou was, het was sam ja. Spider-Man, toch of niet ja 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 als ik uh, en uh, als ik het goed zag inderdaad want daar had ik ook nog even een discussietje over ik dacht heel even dat is Andrew Garfield, uh, Amazing Spider-Man, uh, de eerste, zeg maar. Mm. Maar het was uh, uh, gewoon de, de Toby maguire versie inderdaad. Ja. Dus uh, ja, was ook, ook ij ijzersterke films. Maar dat is toch wel voor welke en... Spider-Man cosplayer je gaat, zegt wel veel over de, over de persoon. Nu. Ja, dat, dat is hoe oud die iemand is waarschijnlijk. Ook. Dat, dat ook. Ja, ja, ja. <laughs> ja ik, ben, ik ben van de Toby maguire generatie laten we het zo uh, even zeggen. Ja. Nee, we, we, je kon daar dus gewoon de, de game spelen, de introductie, eigenlijk een beetje de uitgebreide tutorial. Um, nou, daar gaan spoilers komen in mijn verhaal, misschien. Maar uh, bij deze ben je gewaarschuwd. L lichte, um, lichte spoilers neem ik aan. Door niet, niet het einde van het verhaal, maar wel een nee, beetje. Nee, nee, nee. Gewoon even lichter. Ik zal niet alles inderdaad vertellen. Maar oh, nee. je gaat tegen Sandman vechten. En dat is gewoon super tof. Want dat is wel natuurlijk een iconische slechterik uit de Spider-Man-universe. Uh, 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 en dat is eigenlijk je tutorial. Maar die is heel uitgebreid. En krijg je ook alle nieuwe futures. En het ziet er gewoon. Ja. Top uitgelikt, meteen weer volle bak actie. Uh, dus dat is echt een hele mooie start van de game. En het was wel heel mooi om te zien uh, de reacties van iedereen die daar de game voor het eerst speelde. Iedereen was enthousiast en iedereen werd gewoon helemaal blij. En uh, ja, dat is gewoon tof om te zien. Uh, daarna gingen we, het was in de bioscoop van uh, Hilversum. Daar was eigenlijk de event. En daarna ging ik de zaal in en dan konden we op het grote scherm nog wat beelden zien. En ze hadden een panel uitgenodigd. En ja... Nou, panel, okay. panel met mensen die nog noemenswaardig zijn, of gewoon... Tom Holland. Ja, nou, we... nou, daar je zat... Een voorbeeld. Kennen jullie Tess Milne? Oh, ja, ja. ja. De, de, nou. de voice actress, toch? Of niet? Ik weet niet of ze voice actress is. Ze is in ieder geval presentatrice. Ze heeft ooit in een ver verleden voor... Uh, ik weet niet precies welk programma, maar een gameprogramma gepresenteerd. Maar dat is echt al, denk ik, twintig jaar geleden. Zij zat daar... Um, het, 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 had voor het mij was niet, niet... noemenswaardig. Nee, niet. ja. En Tess Milder was <laughs> Die is gewoon heel knap. Ja. <laughs> Dat is alles wat je nodig hebt. Dat is, de boothpapers ja. zijn terug, nee, maar op een andere manier. De, <laughs> degene die de game even liet zien. Even heel kort lieten ze de stad zien en het slingeren en zo, al die dingen. Maar ja, daar was ik niet echt over te spreken wat hij deed. En iedereen begon ook een beetje te lachen. Want iedereen die daar zat, heeft vrijwel deel 1 gespeeld. En die dacht van, wat is hij nou allemaal aan het doen? Dus het, le het leek een beetje alsof diegene nog nooit de Spider-Man game... Uh, had aangeraakt. Jeesh. Dus dat was Wat een dat beetje lekker. awkward was dat. Maar verder, uh, ja, top. Ik heb een uh, comicboek gekregen. Van, uh, het, het verhaal speelt zich negen maanden na uh, Miles Morales af. Uh, de de, de spin-off. Ik, ik, ik zie nu pas dat het een leuk woord is. Spin-off. Oh, shit, ja. ja. <laughs> de dad jokes komen weer. Um, maar er zat een comic uh, bij en die uh, vertelt het verhaal van de negen maanden, zeg maar, tussen Miles Morales en deel 2. Dus dat is wel heel tof. En die is ook echt goed... Um, uh, goed gemaakt, zeg maar. Gewoon een officiële comic. Uh. Echt mar Marvel-materiaal. Marvel ja. Niet, niet, ja, ja, niet ja, Sony zeker. die een stripboekje maakt. Nee, precies. Ja. Dus het is dus oh. echt wel uh, mooi uh, om in te luisteren of zo. Uh. Mm, yeah. Maar vertel even dan. Want we gaan dus. Het speelt zich negen maanden af, na alles. Ja. Wat, wat is de staat van uh, het Spider-Man-universum in, in, uh, in de Marvel-games momenteel? Want ik denk dat daar nog wel met alle films en series en comics en zo is soms lastig te volgen. Ja. Hoe, hoe staat het ervoor in de Playstation-versie? Nou, je moet uh, bij deel 1 van Spider-Man hebben uh, kennis gemaakt eigenlijk met Peter Parker. Die was toen al tien uh, jaar lang Spider-Man. Dus een, ja, een volwassen Spider-Man die gewoon uh, eigenlijk al ervaring heeft. Ehm... Um met allerlei twists en turns, uh, grote film uh, Doc Ock kwam erin voor en uh, Heavy Spoiler, maar ja, iedereen heeft die game nu inmiddels wel gespeeld, uh, Ant yeah. yeah. uh, uh, May ging dood. Um, daar las ik trouwens over deze week dat dat nog wel een dingetje was, dat Marvel het heel lang geweigerd heeft. Dat, en ze cool. moesten het echt cool. verdienen om, om dat moment dus erin te krijgen, want het is niet zo vanzelfsprekend. Dat nee, um, is vanzelfsprekend. Maar dus, ik nee, kan me voorstellen precies. dat ze zeggen van niet aan het meekomen. Want die moet eigenlijk, dat is, daar hangen we heel veel lore aan. Ja. Ze hebben altijd een beetje standaard dingen die erin moeten. Of een beetje heilig zijn. Maar Peter Parker kan ook anders heten. Uh, maar dan is bijvoorbeeld Peter B. Parker. Of uh, MJ kan ook Spider-Man zijn in een versie. Dus dat is allemaal wel een beetje flexibel. Maar ja, Uncle Ben, Uncle ben die is altijd hetzelfde. Die dood uh, is, Dood, inderdaad. Ja. <laughs> en, um, Spoiler alert! <laughs> ja, en Aunt May die ging dus dood. En dan moest hij dus weer kiezen tussen uh, of de stad redden of zijn tante. Um, dus dat was wel een dingetje. En Miles Morales, lieten we, zagen we zeg maar dat hoe Miles uh, omging met zijn krachten en wat hij allemaal uh, meemaakte. Dus eigenlijk een beetje de, de, de tiener die voor het eerst uh, de stad gaat ontdekken als een superheld. En nu uh, zijn ze negen maanden verder en zijn ze op elkaar ingespeeld. En uh, ze voelen elkaar aan en ze gaan gewoon samen uh, ervoor zorgen dat heel die stad gered wordt. Uh, tenminste, dat is de bedoeling. Dat is het idee. Ja. Het is het idee. Twee Spider-Man, dat, dat is ja. uh, natuurlijk het hele ding. Was jij teleurgesteld ja. dat, het, dat het geen co-op game was? Want dat was, uh, ik, daar kwam Amador een post terug mee. Die had zoiets van, waarom is dat niet co-op? Ja, ik, aan de ene kant snap ik dat. Het is natuurlijk heel tof als je dit met z'n tweeën kan gaan doen. Dus misschien is dat iets voor in de toekomst. Maar als ik kijk naar het verhaal, uh, is dit beter. Want wat je gaat krijgen anders is dat er de hele tijd twee Spider-Man's aanwezig zijn. Want je moet natuurlijk allebei wat te doen hebben. Um, en dan ga je dus een beetje geforceerd ervoor zorgen dat die twee personages steeds op dezelfde plek zijn. En dat is niet. Mm, Peter ja. Parker heeft zijn eigen leven, zijn privéleven. Hij uh, is nu met MJ aan het samenwonen. Met alle uh, troubles die daarbij horen. Rekeningen en... Uh, <laughs> Uh, de afwas. En zo. Ruzie. De, ja, de ja je ziet zijn huis ook op een gegeven moment als echt een puinhoop. Dus dat is, zulke dingetjes zitten er wel in. Hij heeft belangrijkere en, uh, dingen te doen dan, dan, dan de afwas, I guess. Uh, ja. Er stond nog Chinees op tafel. Nou, er is, okay, ik, ik, dit kan ik wel vertellen, want het is echt uh, vijf minuten in de game. Er zit een stuk in dat je moet gaan opruimen. Oh god, dat is, is heel uh, heavy is... rain, trouwens. Moet je dan dit... ook uh, <laughs> ja, 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 ja. dingen oppakken met, uh, met de trekkers loslaten, door de trekker weer los te laten? Of is het gewoon een beetje uh, quick time? Nee, uh... dus, ja, nee, letterlijk gewoon lopen, klikken en dan pakt oh, hij okay. het op en dan zegt hij er wat bij. En uh, uh, vaak roept hij ook nog wat naar MJ, die ergens in dat huis moet uh, te lopen. Dus uh, ja, voor iedereen is er wel wat. En uh, Miles Morales, die uh, uh, ja, die, die komt steeds meer erachter dat hij ja, speciale krachten heeft. Uh, die heeft een soort van die elektriciteit, uh, uh, krachten, zeg maar. En, um, nou ja, zijn vader is. Uh, bij, voor Miles Morales is zijn vader overleden. Dus dat is zijn uh, beetje. responsibility and power uh, struggle steeds. En, um, het leuke bij Miles is dat zijn moeder weet dat hij Spider-Man is. En zijn beste vriend weet dat hij Spider-Man is. En zijn beste vriend, Genki, is ook een beetje de. De man in the chair, zeg maar. Dus ja. degene die belt en zegt van ik heb dit gehackt voor je. En je kan. Uh... Dus je ziet die relatie ook opbouwen. En, en de vriendschap tussen Peter en uh, Miles uh, komt heel erg uh, naar voren. Ja, maar ook op een, of, op een minder fijne manier, toch? Want dat is een beetje het hele ding met, uh, met de hele symbioot uh, erbij. Het is allemaal. Juist. Het is allemaal edgy, ja, het hebt, is allemaal boos. <laughs> je hebt nu dus Craven the Hunter. En uh, ook een, een, een iconische uh, bad guy uit de spider Spiderman. Uh, serie, die komt... Heeft nu uh... toch zijn eigen film ook? Ja, ja laten of we komt daar... Eraan, dat komt eraan? <laughs> dat staat hier wel los van. Te... Dat nee. staat hier ja, wel ja, los, van. Staat los van. Ja, dat staat los van, ja. ja. Uh, even heel kort cool door de bocht. Craven dat is een, uh, een, uh, een, een jager met uh, dierlijke krachten. Uh, heel sterk ook. En die wil gewoon steeds jagen op wat hem uitdaagt. Dus niet zomaar even een, een, een tijgertje, want die kan die wel aan. Hij wil steeds meer en beter om, om maar te bewijzen van... ik ben de beste van de, de wereld. Ja, precies. En op een gegeven moment komt hij erachter dat in New York... is het toch wel heel interessant om op bepaalde mensen te jagen. Waaronder uh, Spider-Man. Uh, dus hij komt naar New York met zijn uh, possie. En het uh, leuke is, en dat zagen we ook in de trailers, dat Venom... Uh, in de game zit. En Venom werd al op het einde van deel 1 even. Uh, had hij een cameo? Dat was wel heel interessant om te zien. Dat was echt van. Een, een, zo'n drop van. oh ja, trouwens, we hebben Venom in de game. Uh, wacht nu nog maar een paar jaar voordat hij ermee verder gaan. Ja. Maar uh, Venom, die. ja, je, die, die neemt de. ja, de, de symbioot. komt op een gegeven moment op Peter. en dan. Uh, ja. hij wordt sterker en, en sneller. maar ook chagrijniger en agressiever. En... Ja, dat is natuurlijk wel een probleem als jij de mentor van Miles bent. Uh, dat, is, uh, ja, dat doet niet zeg maar, goed aan je, aan je relatie tussen, tussen elkaar. Zeg maar. is, is, dat, is dat ook het, het centrale conflict in de game of? Uh, grotendeels wel. Er speelt nog iets anders mee. Um, ook vanaf het begin is dat al uh, te zien. Uh, Harry, de dus beste vriend van, uh, uh, ja. uh, van Peter, die was uh, een paar jaar uit beeld. Er uh, was in deel 1 ook wel een dingetje, zag je af en toe van die telefoongesprekken daartussen en dat ze hem zo missen. En we wisten eigenlijk niet precies wat er aan de hand was. Alleen dat hij heel erg ziek was. Maar hij is nu terug. En uh, ja, dat doet natuurlijk heel veel met Pieter Omdat uh, uh, ja, ze, ze hebben hem heel enorm gemist. En uh, je ziet ook dus de relatie tussen hem en Pieter ontstaan. En, uh, ja, daar bouwen ze op voort, zeg maar. Dus daar, dat is ja. wel interessant. Als je, als is je dat... dan een beetje agressief gaat doen, dan uh, is dat ook niet echt handig. Is, is dit, is, voelt dat ook een beetje als, het, als de, de one-up naar uh, Marvel Spider-Man 3? Dat we dan uh, Harry als de Green Goblin gaan krijgen? Of, of is, is het niet zo on the uh, Nee, het is niet uh, uh, zo on the nose. Ik nee, okay. moet uh, eerlijk zeggen, ook Insomniac Games... die gooit wel aan heel veel vijanden zijn eigen draai, zeg maar. Dus, ja, okay. dus niet ja, ja, ja van, oh, we gaan nu standaard... dat is deze persoon altijd geweest. Bijvoorbeeld zo'n Venom is Eddie Brock normaal. Ja, uh, ja daar doen ze nu niks mee. Dat er is, is, er uh... is geen Eddie, er is alleen maar Venom at the moment. Dat, uh... Uh, daar hou ik het even bij, ja. oké, oké, oké. We gaan niet in spoileren. Nee, oké, okay, de, de, de setup is inderdaad van... hij wordt geïntroduceerd ja. als Venom... en niet als, hé, hey, ik ben een journalist. En uh, ja, ook Venom. Precies, ja, precies, okay, ja. ja. Dus dat is uh, ja, heel tof. Het verhaal is weer heel sterk... Um, Emotioneel som die ik eigenlijk altijd wel goed is, Ja. De afgelopen jaren. Ja, en dus natuurlijk altijd maar dat deel 1, Dat was echt wel een impact. Ik denk dat dat wel mijn uh, favoriete game was van dat jaar. En um, ik had wel zoiets van, oké, okay, ik ben benieuwd of ze dat kunnen volhouden. Of ze niet gewoon nu een trucje gaan doen. Maar ze hebben het wel weer uh, geflikt. En uh, ook deze keer, ook in de aftiteling, krijg je weer een voorproefje voor eventueel iets wat ze kunnen doen. Als, ze, ja, als het goed loopt, kunnen ze een deel 3 maken. Ik denk het wel, maar. Ik denk dat daar weinig <laughs> over zal zijn. Er is ook of, al is over gesproken, zowel. toch? Ik geloof dat mensen ja, van Insomniac ja, 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 gezegd ja. hebben: van ja, Spider-Man 3 is nog niet een ding. Maar het wordt episch als het een ding wordt. Dus dat klinkt ja, als precies. natuurlijk gaan jullie dus dat heb, doen. Uh, wat uh, uh, mijn volgvraag hierop is: als je zegt van het, het moet geen riddeltje worden, hoe. hoe nu jij twee Spider-Man games van Insomniac hebt gespeeld... hoe verwacht jij dat zij Wolverine aan gaan pakken? Want die is natuurlijk ook nog steeds in de works ja, als ze, bij uh, Insomniac. Um, inderdaad. Als, ik heb het daar toevallig over gehad met een paar mensen op die launchparty. Als ze Wolverine gaan doen, moeten ze zorgen... dat ze de kwaliteit van het verhaal hoog houden zoals ze bij Spider-Man doen. Dus echt uh, goed nadenken over welke personages horen er bij Wolverine... en wat, wat voegen die toe... Alleen ze moeten het bloederiger gaan maken, dus echt ja. wel wat grover en wat uh, uh, volwassener, want Spider-Man is eigenlijk gewoon echt een good guy, die vermoordt geen mensen. Ja, ja, ja. Uh, hetzelfde in de game als je op een flatgebouw staat en er staan een paar van die uh, slechterikken op je te, in te rammen en jij slaat ze van het gebouw af, dan doet hij netjes een, um, een webschiet zodat ze blijven hangen aan de rand. Wat uh, nice uh, een good guy. Nice <laughs> guy. Terwijl Wolverine zal hem waarschijnlijk gewoon eraf kicken. En dan is het uh, doei, zeg maar. Dus ik. Ze moeten wel uh, qua volwassenheid even. De, uh, flink op. Nou, ook, ook ik, kijk, ik. Ik hoop dat, dat een Wolverine-game zich niet midden in de stad of zo gaat afspelen. Want Oeh. dat lijkt mij helemaal niet een setting voor, voor Wolverine. Weet je wel dat. Het platteland. Dat waarschijnlijk veel. Nou ja, het platteland, veel jungles. Uh, militaire daar uh, Dat soort dingen. Canada, en wat gaan je, ze. Uh, wat gaan ze pakken hè, van Wolverine? Ja. Pakken ze de, de, een beetje de origin story dat hij nog helemaal dat nog jong is, dat hij nog niet die metalen klauw heeft? Ik denk het wel, want dat is natuurlijk ook iconisch. Um, ja, zit hij al bij de X-Men? Um, gaan ze een beetje de Logan-kant uh, op, de, de film Logan? Yeah. Ja, uh, je weet het niet. Je kan zoveel kanten op met die, die gast? En we hebben allemaal Hugh Jackman in ons hoofd en dat is best wel een lange gast. Terwijl Wolverine in de, 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 de comics gewoon. Klein is. Volgens ja. mij is hij 1,60 meter of zo. Uh, <laughs> het is echt een, een kleine gast ook. Ja, Alleen ja. hij is super agressief en sterk. Dus jij we weten het niet. Ik hoop gewoon dat ze echt wel het, een, een, een fijn vechtsysteem hebben... en um, uh, het verhaal gewoon echt opgeschroefd wordt qua uh, ag agressie en zo. Dat zou wel tof zijn als ze dat kunnen doen. Maar daar heb ik wel vertrouwen in eigenlijk. Ja, <laughs> yes, nee, de dat, ik, denk, ik denk ook wel... Weet je, als, als het een studio het kan zijn, dan, dan is het Insomniac wel, uh, hebben ze wel bewezen. Ik denk dat af ik de afgelopen tien jaar eigenlijk geen of vijftien, twintig jaar gewoon geen slechte games heeft gemaakt. Uh, nou, ik, ik moet wel even zeggen, over Spider-Man 2 gesproken: er zitten echt wel momenten in die ik niet had verwacht qua uh, uh, grofheid of zo. Dus hè? Dat, okay. uh, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Er zitten echt een paar momenten dat ik echt daarvan: oké, okay, gebeurt dit nou echt? Spoiler man dus, uh, zijn fuck. Is, uh, of wat? <laughs> waar moeten we dan in uh, denken? Nee, er zijn geen fuck, nee. Oh, uh, het is okay, meer wat okay. we vi visueel zien. Maar ik kan ja. dat niet zeggen. <laughs> nee, oké, okay, oké. Okay. Spoiler alert. Ja, ja spoiler. dit is echt wel een flinke spoiler. Dus, maar uh, jij, dat jij niet, uh, je schreef ook wel dat, dat uh, in je review ook dat het best wel ja, toch best wel vaak emotioneel kan worden. Maar ik, ik neem dan toch ja. aan... Dat dat, dat dat is dus ook wat, wat Kevin zei... dat komt toch vaak wel voort uit die clash... tussen Miles en Pieter... die aan de symbioot zit, toch? Dat is, daar, daar stuurt dat drama vaak naartoe. Of ben ik dan uh, gek? Dat zit er zeker in. En ik had in de review ook beschreven... dat vol, uh, sommige side missions echt wel uh, impact hebben. Ja. Um, ja, ik wilde wel eentje vertellen... Um... Je had in deel 1 een, een gast en dan moest je... was een soort zwerverachtig type. En die heeft iets met duiven. Die verzamelt uh, uh, alle duiven van New York en daar zorgt hij voor. En dan uh, zorgt hij gewoon dat die een fijn leven hebben. Zeg je? Uh, lief. Het voelt als de omgekeerde ja. Nico Bellic, weet je wel. Die moest ze allemaal neerkofferen. Ja. Fucking rats. Ja, ja. ja, precies. Ja, dat. Dus uh, uh, Nico, laten we hem even Nico noemen. Die uh, zit ook weer in deel 2. Uh, en die is, uh, gaat afscheid nemen van zijn duiven. Want uh, ja, hij, hij uh, heeft niet meer lang te leven. En uh, dat is wel tof. Dus het is echt wel. Gaat <laughs> jij <die> duiven wel <laughs> samen. Maar, <laughs> het klinkt. Ja, ja, dat is gewoon. Het, is, het klinkt nu weer heel duf dat je ja. afscheid neemt van duiven. Maar die gast die vertelt zijn levensverhaal en wat hij allemaal wil doen. En jij gaat als Spider-Man echt naast hem zitten en luisteren. En daarna ga je hem helpen om zijn laatste wens zeg maar, te vervullen. Oh. En dat is gewoon tof. En dat is gewoon een side mission die je ergens in de stad vindt. En je bent in vijf minuten klaar misschien, maar toch had ik echt zoiets van, oké, okay, wauw. Dit is, uh, ja, je had ook gewoon even naar punt uh, van A naar B kunnen slingeren en dan geef het pakketje af en dan is het uh, klaar, zeg maar. Dus uh, qua verhaal hebben ze echt wel... Uh, uh Mooie dingen gedaan. Ja, maar dat is ook, het, het speelt wel heel mooi in op natuurlijk die, die friendly neighborhood Spider-Man. Weet je wel, hij is niet de biljonair die Iron Man is, die helemaal arrogant is. Hij is echt daar in de streets aan het binden met de mensen van New York. En dat is, dat is en, wel gaaf dat ze daar zo op inspelen. Ik heb het gevoel, en ik ben nu even nadenken waar dat precies aan ligt, dat dat in deel 2 nog sterker aanwezig is dan in deel 1. Deel 1 deden ze het ook wel. Um, bij Miles Morales merkte ik ook al dat ze daar veel meer op ingingen. In Hadden ze een missie met een kat bijvoorbeeld, dan moest je die oh, kat gaan helpen. Oh, een spider cat. En, ja, precies, spider Zo cat. Vet. En dan had je hem in je rugzak, kon je hem meenemen en dan zag je spider cat als je een slinger was, dat hij achter je. To maar right. je hebt nu echt van iemand in een, in een brandend gebouw, die haal je eruit, die moet je naar het ziekenhuis brengen, slingerend. Zulke dingen echt. Dus dat is wel, het uh, oh. is niet ja, altijd een. En dat vind ik wel gaan mooi er gedaan. Ze net voor next level, net next level inderdaad. Hey, en ja. uh, je had het net kocht over, over het pakketje van A naar B brengen en zo. Ja. Uh, ik, ik zie veel over dat fast travelen voorbij komen. Wat ja. best wel... Als ik, als ik de filmpjes zie, is, ziet het er altijd heel indrukwekkend uit. Voelt het ook zo indrukwekkend? Is het zo ja. indrukwekkend? Wat ja. De, uh, Geen later. Ja, honderd... Nee, 100%. Ik, ik, uh, ik dacht even van ja, ik kan fast travel. Eigenlijk wil je dat niet bij deze game. Want het slingeren voelt gewoon zo goed en fijn dat je dat gewoon lekker uh, wilt doen ook. En je gaat op zich vrij snel door die stad heen. Um, ik zal daar nog even een andere feature vertellen die ook nieuw is toegevoegd, die daar ook bij helpt. Maar het fast travel, soms heb je daar gewoon zoiets van, nou, ik wil even nu snel gewoon even die, die missie uh, Als je echt naar de andere kant van de stad moet of zo. Bij, dan... Bijvoorbeeld, inderdaad. Maar je kan dus op een straat klikken. Um, New York, ja, zeg maar Manhattan eerst in deel 1. Ze hebben nu uh, Brooklyn en uh, Queens toegevoegd. Dus okay, dat is. Ja. Het is dus nog mooier en groter. En je klikt op een straat en je gaat instant daar en je slingert die straat zo in. Dus het is niet dat je opeens daar op straat staat, maar je slingert echt die... Uh, hij zoomt zeg maar in op de map en je vliegt meteen door, zeg maar. Dus het is echt... Instant. Technisch dus, uh, is dat... Laatheid. Oh my god. Dat is, is... is echt zo... Dit, dit is hier, hier... wel waarom ze natuurlijk bij de PlayStation 5, toen die nog werd aangekondigd en zo, was het, ja. was het de, de SSD-issue, die lieten ze toen ook zien met Spider-Man. Van, stel je eens voor dat je geen laadtijden hebt. En dat klonk toen heel erg... Ja. Pie in the sky veel te ver weg en nu ze doen het ze hebben het wel gewoon geflikt het is echt ja, nice. Het is, het is je ziet nu je ziet voor mij nu echt die vruchten van die SSD generaties ja. zeg maar, voorbij komen. Hetzelfde met volgens mij heeft ik heb hem nog niet gespeeld maar de Crew uh, motorfest The Crew is motorfest. Uh, die die heeft dat ook inderdaad dat je dat je gewoon je menu opent. De wereld blijft ook doorgaan terwijl je in je menukaart zit uh, in in de Crew en dan kun je dus ook gewoon klikken en meteen inzoomen en je bent al zeg maar dat ja, ik, is, ik denk ik... dat ik uh, 20 seconden misschien heb aan laadtijd als je de game voor het eerst opstart. Dus je start ja, hem gewoon precies, op ja. en dan ben je, kan je meteen beginnen. Dus dat is het enige waar ik echt een laadtijd had. En de rest gaat vrijwel instant. Misschien een keer dat je op een plek voor een missie komt en een cutscene begint, dat dat misschien 2-3 seconden duurt. Dat die even zwart scherm wordt en daarna begint het filmpje. Maar ja, fast travel is meteen allemaal uh, in re uh, real time. En leuke ook is, en dat is ook het stukje wat uh, mooi is gedaan met Miles Morales nu erbij. Is soms ben je aan het slingeren als Speeder bijvoorbeeld. En dan uh, zie je Miles vechten op straat met uh, slecht. En dan kan je gewoon joinen en zorgen dat je het niet spreekt. Maar ja. andersom gebeurt ook. Dus als jij aan het vechten bent of een uh, brand aan het oplussen bent, dan zie je hem naast je staan. En dan komt hij helpen. En ze voegen ook echt wat toe. Dus het is niet van ik ben er, ik ben er en ik doe maar wat. Nee, ze kunnen ook echt bij uh, ja, hem het, het zijn ook echt twee personages die samen in de wereld leven. In plaats van ja, hier ja. heb je personage A of personage B, wat afwisselt van elkaar. Precies, en ze, 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 ze praten ook meteen met elkaar als ze dan elkaar tegenkomen. Je kan ook de, de Spider-Man-meme doen van uh, nou, elkaar wijzen. Oh, ja, 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 <laughs> die kun je ook doen als je elkaar ziet. En um, ja, als je gewoon een free roam uh, aan het doen bent, dan kun je gewoon wisselen tussen de twee uh, Spider-Man. Dus uh, je kan en ook dingen dat is doen als instant. Toch? Dat is... Yeah. Uh, ja, je moet je telefoon openen, zeg maar. Maar dat is gewoon uh, het schermpje rechts. Terwijl je gewoon aan het slingeren bent, krijg je zo'n schermpje rechts. En dan kun je op uh, vierkantje duwen en dan wissel je. En dan ook vrijwel meteen... En, is en dat is leuk, wat het leuke is, het is ook inderdaad niet dat hij altijd op dezelfde plek staat. Hij is random ergens anders. En dan, Ik heb een keer gehad dat Pieter uh, sit-ups was aan het doen aan de zijkant van een gebouw. Ja, Miles, ja. Die, was, uh, uh, die stond ondersteboven een keer. Uh, die was met zijn koptelefoon aan het luisteren naar iets. Ik heb van, echt van alles wat. Dus daar zit ook steeds uh, verschillen. Uh. Dit klinkt uh, 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 zo insomniac. Dat uh, 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 uh. is, is zo... Ja, nou, en ja. dat vind ik dus... Dat... En ja, het klinkt heel insomnie, maar het doet me ook meteen denken aan GTA 5. Weet je ja, wel? Ik, dat je van personage, ja. personage wisselde. En dat Trevor ergens aan het vechten was. Gewoon compleet random. Ja, wel, ja altijd. Ja. Zo moet dat, je het dat, wel echt zien. Ja, ja, dat. Ja, ik vind dat wel, wel sfeer hebben. Dat, dat voegt echt wel wat toe. Gewoon. Het zijn hele kleine touches, maar het maakt het wel zoveel toffer. Het maakt het echt levendig en je, je, je krijgt ook echt een band met die personages. Zij zijn ook totaal anders uh, eigenlijk van ja. elkaar. Um, Oh, ja, trouwens, ook nog, dat, vind ik ook zo tomt. dat is meteen het, helemaal in het begin. Ja, ik kan hier echt urenlang over doorgaan. Maar, ja. <laughs> um, in het begin dan zie je dat uh, Peter, uh, die heeft een baan als leraar en hij is de leraar van Miles op zijn school. Oh. Ah, ja, ja, ja. Op een gegeven moment gaat er natuurlijk iets gebeurt er iets buiten met uh, Sandman, dat is ook de start gewoon. En dan zie je Miles echt zo kijken van, ja, shit, ik moet hier iets aan gaan doen. Dus zegt hij ik moet naar de wc en dan zie je Peter echt zo kijken van, oké, okay, dat is goed. Uh, Kun je me helpen? Je hebt al zulke uh, grappige momenten. En dan zie je echt al de rest van de klas. Kijk, van waarom vraag je aan de docent of die jou kan helpen met naar de wc gaan? En dan... Uh, <laughs> Super en dan ze echt van Ja. Die... <laughs> en dan gaan ze allebei de gang op. En dan zitten ze, ja, ik ga mijn baan verliezen nu. En, en dan gaan... ondertussen zitten ze die Spider-Man pakken aan te trekken. En uh, dan gaan ze Cute. meteen de actie in. Dus uh, dat is, uh, het, het loopt allemaal heel mooi in elkaar over. Um, andere feature wat echt benoemd moet worden, is, zijn de, de webwings. Dat is nieuw. Um, we zagen hem in de MCU-film uh, Homecoming, Spider-Man Homecoming met Tom Holland. Uh, had hij ook van die vleugels op een gegeven moment als hij van die uh, monument afspringt. En hier is het uh, ook toegevoegd en kun je nog sneller door die stad gaan. En ik dacht eerst heel eventjes toen, ik, toen het werd geïntroduceerd van oh shit kunnen we daar alleen maar vliegen of zo? Uh, en dan ga je dat alleen gebruiken. Maar je slingert bijvoorbeeld. En dan activeer je die webwings. En dan zweef je, zeg maar. Je gaat ook weer naar beneden hoor. Maar je kan echt wel een flink stuk nog even zweven. En je hebt van die uh, luchtstromen. Door, de, door sommige straten ah, ja, 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 ja. heen. En daarmee kan je dan wat sneller gaan. Maar je gaat er echt hard doorheen. Um, dus dat, dat is heel mooi om. om nou, als je dan via de muur loopt, eraf springt, weer doorslingert. En opeens doe je dan zo'n luchtstroom induiken. En je hebt nu ook uh, dat je zelf als een soort. Kattenpult kunt gebruiken om hè, die, web, die web schiet je dan aan de zijkant. En dan schiet je jezelf af alsof je een kattenpult bent. En uh, ja daarmee kan je ook even een flinke sprong maken. Het, het, het is nog meer fluide, de hele ja, move. Zeker. Ja, meer meer momentum. Ja. ja, het gaat heel snel allemaal, maar het voelt allemaal goed. Het is nergens dat ik denk van oh. Het gaat me nu te snel of uh, het slingeren uh, een beetje moeilijk of zo. Nee, het loopt allemaal goed in elkaar over. Al die animaties kloppen. Als je bijna tegen een muur aanspringt, uh, dan, uh, dan vangt hij dat op. Uh, tussen trappen door duikt hij. Dat doet hij allemaal uh, vanzelf eigenlijk. Dus dat is wel heel mooi om te zien. Ja. Je voelt ik je echt ik... een Spider-Man. <laughs> ja. 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 <laughs> het is een beetje de dooddoener. Sorry, Kevin. Ja, nee, ja, met die dooddoener inderdaad. Uh, ja. uh, hoe ga ik hieruit komen? <laughs> uh, nee, je, 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 je steekt natuurlijk heel erg de loftrompet af momenteel uh, over Spiderman, ja. wat volgens mij heel terecht is. Um, zijn er punten die tegenvallen? Ben ik wel benieuwd. Um, ja, dan ga ik zeiken om het zeiken en ik weet dat het al, op, al is gefixt. <laughs> Daarom heb ik het ook niet in mijn review gezet. Op een gegeven moment had ik uh, dat, dat het hoofd van Miles in een cutscene, die zat opeens aan zijn kruis. Oh, en te, terwijl, de, terwijl. No terwijl, zeg maar, judgment, soort, no judgment. Nee, precies. Ik dacht van: oh, dat hoort erbij eerst. Maar nee, dat bleek dus oh. niet. Maar het was echt wel afgesneden. Dus dat was gewoon een foutje wat erin zit. Uh, dat is. Dat Volgens uitge... mij, mij is er ook. Uh, dit, is, dit is echt een heel knudde fout. Wel, de, de vlaggen in het huis van Mars Morales zijn Cubaans. Terwijl Mars Morales van Puerto Rico, of zijn ouders van Puerto Rico komen. Wat dus niet hetzelfde is natuurlijk. Maar wat wel dus gewoon. Heel zijn huis hangt vol met Cubaanse vlaggen, wat, wat natuurlijk... Uh, in uh, in uh, uh, Spider-Man 2? Ja. ja oh, dat is ja. mij niet opgevallen, dat heb ik niet opgelegd. Waarschijnlijk, dus, uh, nee. Het, ik zag het nieuws voorbij komen toevallig. Oh, oké. Dat dit dat door heeft kunnen schieten, ook niet één keer of zo, weet je. Maar gewoon... ja, omdat ze meestal Oeh, dat zo goed is dan, zijn de uh, in details. details. Dit, is, toch, dit ja. is een heavy oversight, zou je zeggen. Of ja, misschien ja, ja, een uh, retcon. Ah, nu komt hij uit Cuba. <laughs> ja, je, je weet het wel. niet. Hè? Hij had ook een sigaar, nu snap ik het wel. Hij is niet alleen van Che Guevara. Wat, wat ik nog wel ja, vind, ja, tegenvallen vind ik een groot woord... maar waar ik op een gegeven moment wel een beetje klaar mee was... Uh, er komen heel veel vijanden. Dus je hebt dan uh, allemaal van die, die goons, zeg maar. Je weet wel, van die boeven wat je op straat ja, hebt, ja, ja, ja. En die blijven op een gegeven moment maar komen. Ik had echt iets van drie, vier van die waves. En er zitten ook wel een paar sterke tussen. Maar uh, weet je, dan, ga, dan word je bijvoorbeeld naar uh, een grote bad guy gaan... waar het verhaal dan om gaat uh, uh, op dat moment... En dan, ja, ik ga nu even in deze kamer aan de computer werken of zo. En dan komen er eerst allemaal van die waves van die vijanden. En als je die ja, verslagen hebt. Dan, ja, ja, ja. ja, weet je, dat op, het is allemaal wel tof. Uh, op het einde had ik dat wel een beetje gezien. Toen was ik echt doorheen aan beuken. En uh, Het fijne wel, is, omdat een beetje te tackelen, is, je krijgt heel veel nieuwe vaardigheden. En je kan vaardigheden voor Miles kiezen, voor Peter en of voor allebei. Dus uh, daarin kun je wel variëren. Maar ja, ik had op een gegeven moment een van iets ja, van, nu weet ik het wel. Uh... Het is gewoon filler. Dat is het, het voel... Tenminste, ja. zo gaat het na een tijdje ja. voelen. Zo van, oh, weer ja, een aantal waves ja, ja, ja. van dit soort vijanden. Dus. Wow, Wauw, wat leuk. Juist. Ja, ja, ja ik dacht eigenlijk van, hoe, hoe, hoeveel <laughs> mensen zijn daar meegekomen? Bijvoorbeeld dacht ik van, ja wie? Uh, het het zijn hele dan goede <laughs> het, die die campagnes, jongen. Dat is, dat is een zijn hele goede. Vrije secundaire arbeidsvoorja, ja, ja, ja. Ja, dat wel. Ja, ja. ja Ze waren wel heel. Uh, ze stonden wel echt achter hun, uh, hun taak, zeg maar. Zo. Vol passie gingen ze erin. Ja, waar, waar vind je die motivatie nog als willen vandaag de dag? Weet je wel? Hoe kom je aan een ja. goede, gemotiveerde... Een goon met passie? Dat uh, ja. is moeilijk. Ja, waarschijnlijk krijgen ze goed betaald. Je, je weet het niet. Of ze worden bedreigd, dat kan ook. Uh... Oh, dat helpt ook altijd goed. Ja, die motivator ja, is, is, uh, is een hele goede. ja. ja ik ben dus... de redactie ook altijd goed, dus... <lacht> <lacht> ja, dat klopt. <laughs> help ons, help ons. Help, help. Echt, hey, uh, <laughs> wat, wat ik <laughs> dit ook jammer vind... He, joh, als <laughs> <dit doen> <laughs> Ja, we hebben allemaal van die hidden messages in, onze, in ons gesprek al gehad. Dus dat is allemaal van die. Uh... Tom, die zat net onder mijn, uh, mijn monoloog. Zat hij gewoon allemaal van die sos uh, Ja, of ik heb mos. mos uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Kevin heeft mijn vriendin. Help, help, help. Ja. <laughs> Wel wat. Uh, uh, oh, nog even over, over Spider-Man dan. Laten uh, we Kevin even met rust. Uh, wat ik. Wat ik uh, wat ik jammer vind, maar dat is gewoon omdat het zo tof is. Dat je er binnen 15 uur ben je door het verhaal heen. En dat is natuurlijk ook best wel veel, maar je mm. wil ook wel meer. En uh, daar komen echt nog wel ja, DLC's natuurlijk. Maar het is gewoon denk ik, oh shit, ik ben er al doorheen. En, uh, ja. en terwijl dat wel tegenstrijdig is op tenminste, op, je zegt net inderdaad, van ik ben die Waves aan enemies wel. Ja dat, op, ja, dat klopt. Uh, als, als je de game nog tien uur langer had gemaakt, weet je, als je ja, maar meer, niet alleen maar met boss fights veel of zo. Ja. Nee, Dat klopt. Is... Maar wat het dus hetgene is waarom ik dus heel positief ben, is dan heb je inderdaad zo'n wave, en denk je: ah oh, shit, ja kom op, uh, schiet op en daarna komen er zo'n toffe dingen dat je echt dat weer vergeet bewijzen van. Dus en de, en soms heb je niet die waves hè, dan ga je er wel wat sneller tegen, maar dan komt er weer en denk je Oh nee hè, hoeveel zijn dat er nu weer? En daarna is het weer super tof of het of de cutscene is vet of er komen echt wel mooie actiestukken erin. Dus zo, zo ja, het krijgt dan het schopt zich dan meteen weer overhand ja, zeg maar. Ja. Balances out. Ja. Maar ik ben wel benieuwd nu hoe want die zegt 15 uur ongeveer voor dat verhaal. Hoeveel van die 15 oh, ja. uur ben je aan het ben je aan het vechten met waves uh, van uh, bad guys goons goons oeh ja dat is een goeie nou je, je bent sowieso veel aan het vechten mm -hmm. maar ja ja het, nee, weet niet je wat het is niet ik significant heb... niet een part zo van ja vijf uur of zo dat uh, dat zal het nee niet zijn, ik denk ook, dat we. de eerste tien uur sowieso gevuld zijn met uh, steeds nieuwe moves en nieuwe dingen die erbij komen waardoor ja. je uh, het voelt alsof het weer helemaal nieuw is dus dan valt het wel mee maar op een gegeven moment heb je wel alles daarvan en dan dan ga je wel merken van oh ja yeah. ja oké okay, even doorheen je gaat het is niet per se moeilijk of zo maar het is gewoon ja ik wilde gewoon snel doorheen yeah. en ik denk dat er nog tien uur na komt aan uh, als je alles wil verzamelen ja yeah, veel collectables uh, ja dat doen ze wel weer heel tof dat uh, deden ze in deel 1 ook uh, hebben ze goed over nagedacht oh en trouwens er zitten echt side missions in die je moet doen dit echt ik, ik was verbaasd, want ik heb dus alles. Ik heb, ik heb een platinum trouwens, uh, voordat Lekker. die uitkwam. Dat is altijd fijn. Ik was een side mission aan het doen, en die had, dat was een reeks van 5, 6, 7, ik weet even niet meer precies, uh, missies die daarbij hoorden. En toen was ik bij de laatste, en nou, daar zat echt een, een twist in dat ik echt denk van: waarom is dit niet onderdeel van het hoofdverhaal? Zo, uh, zo goed ja, zeg dat, maar. Er wa waren ze, daar nou ja, waren ze in, in deel 1, waren ze daar ook wel goed mee, natuurlijk. om in side missies? Ja. Ook nog andere villains of personages terug Juist, te laten komen die ja. eigenlijk niks met het hoofdverhaal te maken hadden, maar dat nog wel even zo in werden gefietst als ja. nou, een soort van fancy. Taskmaster was dat volgens mij. Taskmaster was dat volgens ja, ja. mij in één onder andere. Ja, zulke dingen. En dan denk je, eh, super tof. En uh, maar ja, ze doen het wel goed. Dus uh, ja, ik ben hartstikke lovend. Uh, ik wil meer. <laughs> nou, alles, alles over, over Spider-Man 2 kun je nu teruglezen op pixel.nl. Daar staat Germain's review. We linken hem natuurlijk ook uitgebreid in de show notes. Dan kun je meteen doorklikken. Uh, dan gaan we door naar de nabranders. Ja, jongens, de nabranders. Wat houdt ons momenteel verder nog bezig buiten Spider-Man? Dit kan natuurlijk van alles zijn. Hoeft niet eens games, tech of cultuur te gaan. Germaine, mag ik bij jou beginnen? Ja, tuurlijk. Ik, uh, ja, ik ben echt een theaterman, uh, dat is ook uh, mijn werk. En uh, ja, ik zie heel veel voorstellingen in een jaar. Echt van, van abstracte dansvoorstellingen tot uh, de, de cliché musicals die we op tv uh, voorbij zien komen. En ik, ik word eigenlijk zelden nog echt verrast dat ik denk van oh, super tof, uh, uh, zeg maar op die manier. Uh, alleen ik zat dus laatst in het theater en um, dat was dus uh, de voorstelling Disgraced, uh, heet het. En die wist me toch wel weer even te pakken en te verrassen, zeg maar. Dus uh, qua vormgeving uh, zat het sterk in elkaar. Ze hebben echt oplossingen weten te verzinnen. Uh, 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 waar gaat het over? Ik zal uh, ook even vertellen waar het over gaat. Het is <laughs> ook over zich handig, hè? Ja. Ik word dan meteen enthousiast. Hè. Nee, het gaat over een uh, advocaat, uh, over uh, Amir. Dus, uh, hij heeft een goed lopend bedrijf. Uh, het gaat om, alles gaat hem voor de wind. Privé ook. Een leuke vriendin, een mooi huis, al die dingetjes. En op een gegeven moment um, uh, uh, biedt hij zijn nicht aan om een, een strafzaak tegen de imam uh, te doen. Hij is zelf uh, uh, ook moslim. En. Uh, hij, hij pakt gewoon die klus aan, want hij denkt: Nou, ik kan mijn niet uh, helpen. Maar ja, dat wordt dus uh, toch iets anders dan hij had verwacht. Want hij staat ja, aan de ja, ene zoiets. kant, is hij een supergoeie advocaat die gewoon die strafzaak wil oplossen. En aan de andere kant komt het privé stukje van: Ja, je gaat tegen de imam. En dat is toch wel een belangrijk persoon in zijn ja, uh, privéleven. Dus uh, ja, daar, daar komen allerlei mensen ook bij. En uh, je ziet gewoon die struggle uh, met hem, zeg maar. En dat is gewoon super mooi in beeld gebracht. Ontzettend goed geacteerd. Uh, ook een nieuwkomer. Uh, Saman Amini heet hij. Uh, echt een, uh, een talent. Hij is zelf een, een, uh, een vluchteling ook geweest. Dus uh, oh, tof. Ik uh, vind het echt tof dat hij die kans gewoon krijgt om dat hier uh, allemaal te doen. En uh, ja, goede acteurs. Um, Rick Paul van Mulligan zit erin, misschien als je hem ziet kennen. Uh, Charlie, uh, Sean is, Chen Jen, Jen Dagelet dus Ik weet even niet of ik het goed uitspreek. Uh, June Janes en Celine Akulak zitten erin. Dus dat zijn, uh, het zijn echt goede acteurs en actrices. En het zit gewoon tof in elkaar. Dus als je de kans krijgt, zeker gaan. Er komen echt nog Toert hij door Nederland? De... Hij toert door Nederland, ja. 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 Ze komen echt nog overal. Ik, uh, ik zie ook Tot aan 18 Nijmegen september. Ook. Dus ik weet niet of ze deze oneindig verlengen. Maar ach, oh sorry, 18 december. Dus het is wel... Hij loopt niet, ja. uh, niet heel lang meer. Nee, nee je nee. moet er niet te lang mee wachten. Nee. Maar je kan naar Maastricht, Delft, Tilburg, Zwolle, Amsterdam, Arnhem. Dus eigenlijk overal komt hij nog wel ergens in de buurt. Ja, Ja, ja. Ik, ik, zat, ik zat de show notes door te lezen en in eerste instantie dacht ik... Waarom ben je naar een metal band gegaan? Maar toen bedacht ik me dat dat disturbed was en niet disgraced. Ja. Dat ik is. zag Disgraced dus staan. En ik dacht de porno industrie? Of de. Ja, maar ik ja, het dacht was... Dat je meer dacht van Germain is disturbed. Dat ik al ook gekund is. Uh... <laughs> ja. <laughs> Ik ga het niet eens proberen. Uh, Tom, jij, uh, waar ben jij mee bezig geweest? Uh, ik, ik, ik breek mijn, mijn tech-nabrander. Uh, ja, dat is fijn. Ja, dat fijn. moet een keer voor de verandering. Hè. Ik heb, ik heb ja, je, je, je hebt, je hebt zo'n soort patroon. Hè. Eerst doe je wat series die je hebt ingehaald. Ja. Dan komt er wat tech, dan komt er wat games. Dus over twee weken verwachten we weer series die je nog aan het bijbeheersen oh, bent. Oh nee, ik, nu, ik wou uh, dan proberen. eigenlijk weer terug op de, op de tech-tour. Want ik heb nog wel wat dingen liggen. Maar dat... Uh, nee, ik, ik, ik heb voor de verandering weer eens een keer uh, gegamed. Uh, eentje opgepakt. Uh, heel veel gehoord over Cocoon. Staat ook op Game Pass. Echt een hele leuke puzzelaar. Dus daar ben ik. Uh, ja, in twee, drie daagjes. Gewoon even zo'n paar uurtjes zo per dag. Echt een hele, hele fijne puzzelgame. Dikke aanrader. Zeker als je al iets van Game Pass hebt lopen. Uh, pak hem even op. Dit is van de. Ja, zouden we kunnen zeggen. Spirituele vader van uh, Limbo Inside. Dus die komt van, uh, van Playdead. Ah, het, uh, ja, ja, ja. het Deense Playdead. En uh, ja, die heeft nu zijn eigen studio. En ja, de, de cocoon komt daar ineens uitrollen. En dat is. Ja. Die game... Pareltje. Ja, het, pareltje. Het, ja en het is, je doet ook veel toevallig met een soort van parelbollen of zo. Daar gaat ook het hele puzzelelement <laughs> over. Maar het is, het, is, het is zo gaaf omdat het... Um, die game vertelt niks. Maar alles is zo duidelijk. En je voelt nooit oh, ja, alsof je ja, ja, op het ja, ja. foute pad bent. De puzzels die... Als je, als je zoiets hebt van, oh, volgens mij moet ik deze kant op. Als je dan merkt dat dan ineens een andere area like, afgesloten gaat. Dus, oh, ik zit hier in het juiste, het juiste ding. Je kunt bijna niet... Ik, ik ben in ieder geval niet heel vaak vastgelopen. En het, de, de, de soort van vastlopers waren ook echt leuke zo van. Oh, wacht, wacht even. Als ik nou, als ik deze bol in die bol doe, en dan als ik in die wereld duik en dan terug ga naar die andere wereld, dan wauw. En dat doet ja, het, ja, ja, ja. het ja, heel natuurlijk heel fijn. Dus dat is uh, zeker een aanrader. En als je, als je een beetje, een beetje, een beetje doorgame, dan is het echt iets wat je in, in vijf, zes uurtjes max uh, eruit ramt. En het is een prachtige trip. Dus uh, jij zat even helemaal in je kokon. <laughs> ik zat helemaal in mijn kokon uh, te transformeren. Hij zat erop te wachten. Ja. Hij zat erop te wachten. <laughs> ik ontpopte, ja. en daar ontpopte een soort van prachtig, ja. prachtig spel in de kosmos. Een review ja. uit. Nee, oe, dat weet ik zo niet. Maar daar kunnen we <laughs> nog wel even naar kijken. Ja. Dat, uh, ik heb het idee dat alles al gezegd is over deze game. Omdat ja, die, dat is wel. Ja, uh, ja. Hij heeft ook al op verschillende websites ook echt de tienen en dergelijke gescoord. Dus dan, uh, we kunnen daar nog eens een keer achteraan. Ik vond het ook heel mooi. Maar ik heb wel het idee dan alsof ik bijna in herhaling val met die... Ja, Met de mensen dat die er op tijd dus bij waren. Ja, ja, cool. <laughs> Oké, okay, heel goed. Uh, ik heb deze week uh, een YouTube-kanaal wat ik wou pluggen... waar ik uh, recentelijk eigenlijk pas achter ben gekomen. Uh, dat is The Race. En dat zal uh, niet heel verrassend uh, over motorsport gaan. Uh, ik ben zelf een enorme F1-fan. En ik heb dit kanaal recentelijk ontdekt... waar ze ja eigenlijk wekelijks, bijna dag in dag uit... Uh, Hele goede, diepgaande analyses doen van wat er gaande is in de Formule 1. Uh, en dat gaat over het presteren van coureurs, dat gaat over teams die wel of niet goed gaan. Maar ook technische onderwerpen zoals, uh, zoals regelaanpassingen of bijvoorbeeld de uh, recente disqualificatie van zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc in de mm. laatste uh, race in Amerika. Uh, ja, het geeft gewoon een, een, een heel technisch inkijkje in de wereld, zeg maar, maar wel op zo'n manier uitgelegd dat het voor iedereen behapbaar is. Dus als je. Als je fan bent van Formule 1... en je wilt er eigenlijk wat meer over weten... of je wilt nou echt weten wat er speelt... dan is dat een heel interessant kanaal om te horen. Dus over het uh, boegroep naar Max Verstappen... hoeven we daar niks te verwachten op die... Uh... Nou ja, nee, dat zou ja. ook zomaar kunnen. Dat, dat, daar is natuurlijk ook... Uh, ja, we gaan naar Mexico toe... waar uh, Checo Perez uh, vandaan komt... Uh, daar, uh, daar zal het mogelijk nog wel wat erger zijn komende week. Dus heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat uitpakken. Hadden zij iets uh, gezegd wel over dat... Over dat wat, uh, wat Max Verstappen allemaal op de radio uh, aan het roepen was? Dat hij eigenlijk helemaal niet zo'n coole kikker is. Uh, hebben ze daar al iets nee, van? Nee, dat, dat, is, dat is nog niet voorbij gekomen. Maar hmm. Het is natuurlijk wel bekend dat, dat uh, uh, bij Max... als het goed gaat, dan is het op een zonnetje inderdaad. Maar als hij niet helemaal in zijn metje zit... Uh, of als het niet helemaal 100% gaat... Dan kan hij nogal wat nukkig zijn. Is overigens niet de enige hoor. Nee, want nee, zodra Lewis Hamilton bijvoorbeeld voor haar rijdt, begint hij ook allemaal doemgedachten te krijgen altijd. Dus dat hoort er een beetje bij, denk ik, als je als, als uh, vooraanstaand coureur. Maar uh, ja, nee, dat, uh, het was zeker niet zijn beste race afgelopen weekend. Ik, ik wil een keer ik wil gamen met Max Verstappen een keer. Volgens mij is hij wel die guy die zeg maar van... ja, ik ben dood omdat die andere guy cheat... en hostvoordeel voordeel heeft of zo, weet je wel. Like, ik <laughs> weet niet, nu heb ik een beetje ja, dat ja, gevoel nee, dat, bij dat, 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 dat. Ik denk dat dat wel meevalt. Wat, wat veel mensen uh, niet weten of niet zien... is uh, dat Max is niet alleen goed in een echte wagen, zeg maar. Ook in de sim, in de digitale uh, racewagen... Uh, staat Max Verstappen echt... Zeer hoog bovenaan de ranglijsten, hmm. uh, universeel gezien. Uh, wat eigenlijk best wel zeldzaam is, want veel Formule 1-coureurs of andere coureurs, als ze racen, kunnen ze het niet zo dender goed vertalen naar digitaal. Maar hij weet ook daar gewoon kaart te domineren. Maar hoe is hij in Rocket League? Weet je wel. Fortnite. Hoe is hij in Fortnite? We gaan met Ninja spelen. We gaan het vragen. We gaan hem een mailtje sturen kijken of die recht. Lee, dus dat. Check de race op YouTube als je daar meer over wilt weten. Cool. Nou, dat was hem dan weer voor deze week. Aflevering 39 alweer van iedereen vond het leuk. Vond jij deze podcast nou ook leuk? Laat het ons dan weten door een recensie achter te laten op Apple Podcast Of te liken en te raten in Spotify. Uh, daarnaast kun je ons natuurlijk ook volgen in al je favoriete podcast apps. Ook op social media kun je ons volgen. Dat is uh, vond dat leuk op Twitter, Instagram en Blue Sky. Of uh, pixelvalt via @pxlvlt op Twitter en Instagram. Uh, Jermaine, waar uh, ben jij met al je hete te teksten? Nou, ik zit op uh, Instagram uh, als Germaine uh, van Haarlem. Uh, meest Ach, originele je... naam ooit. Uh, <laughs> daar ben ik te vinden. Helder, heel helemaal goed. Uh, Tom, waar uh, kunnen mensen jou uh, stalken? Als je gewoon ergens zoekt naar Tom Kou, komt het waarschijnlijk wel, uh, <laughs> komt het wel goed. Je kunt shitposts vinden of uh, radiostilte. Of af en toe een plugje van uh, hier is een nieuw artikel. Helemaal goed. Uh, ja, ik zit uh, nog steeds ook op Twitter en Instagram op KVR En dat is K-E-V-V-R. Um, dat was hem, Jermaine. Bedankt voor jouw tekst en uitleg. Uh, Tom, bedankt dat je er ook weer bij was. En voor de luisteraar, natuurlijk, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei. Hou Doei.